Vanavond weten we wat de allerergste en irritantste reclame van 2011 is. Spannend. Ja, vooral natuurlijk, wij zijn geïnteresseerd in de meest irritante bekende Nederlander in de reclame. Antoinette Herzenberg, goedenavond. Goedenavond. Ja, vanavond om 8:30 is Radar de, maar die Lode Leeuw is al uitgereikt volgens mij. Hè? Ik heb er 2 uitgereikt inmiddels. Eentje voor de meest irritante bekende Nederlander en de meest irritante reclame van het jaar. Ja, je mag natuurlijk niks verklappen, hè? Ga ik nog niet. Nou, ik kan jullie klein, want we hebben een top 5 gemaakt waar mensen op konden stemmen. Ik kan je in ieder geval vertellen dat bij de meest irritante reclames KFC het niet geworden is van zo'n verkoper die een meisje probeerde te versieren. En Amstel is het ook niet geworden van die snavelende Amsterdammers die in een achtertuintje zaten. Oké, en hoe reageerde hij vanmiddag toen je de prijs overhandigde? Is het een hij of een zij? Ik denk, je vraagt het snel, wie weet. Ja. We kijken even naar een klein overzichtje. Allereerst de duivel in Arie Boomsma. Vergeef. Behoorlijk ongeloofwaardig, Arie. En dan de schorre Kim Holland. Goedemiddag, loodgieter. Over smaak gesproken. Een nominatie voor topchef Kranenborg. Zo'n beginnersfout. Ik kan hier echt geen voldoende vergeven, man. En dan de sores en de matige acteerprestaties van oud-tennisser Raymond Sluiter. Raymond, vertel eens, wat heb jij zoal aan je hoofd? Mijn backspin. Een racket bestellen. Mijn tactiek. Mijn moeder bellen. En dan als laatste genomineerd, beroepsmopperkont Johan Derksen. Ik was zelf zo'n sukkel, zo'n slaper. Daarom zeg ik, wakker worden, mensen. Ik denk die laatste. Ja, Antoinette, waar heeft het nou mee te maken? Want sommigen zijn gewoon irritant en anderen denken, ja, die gebruiken een bekende Nederlanderschap om iets te verkopen, zoals Johan Derksen. Ja, het is heel verschillend wat mensen irritant vinden. Ze vinden platheid, wat bij Kim Holland, een beetje dubbelzinnigheid, vinden sommige mensen heel erg irritant. Onbeschoftheid, die Robert Kranenborg die dat tegen zijn moeder zegt, dat vinden mensen dan niet leuk. Humor die bedoeld is om te lachen, maar niet je vrolijk maakt, dat vinden mensen vervelend. En soms is het ook gewoon om een bepaald iemand in een rol te zien die je niet verwacht. Zo'n Derksen die dan toch voor het geld daar gaat zitten, daar hebben mensen dan toch de bak van. Ja, en hoe reageerde Johan vanmiddag toen je die Lode Leeuw overhandigde? Ja, ik zou het niet weten of het Johan was, maar hoe degene reageerde die de Lode Leeuw ontvangen heeft, dat kan je vanavond bij ons zien. Goed, we gaan kijken. Nederland 1, 8:30. Dankjewel. Bijna gelukkig. Ja, ik bleef het proberen, hè.